Stijn Vreven, eerste overwinning bij NAC. Ja, goed gevoel. We hebben een degelijke wedstrijd gespeeld. Geen topwedstrijd, zeker niet, maar veel dingen teruggezien waar ik wel blij mee ben. De organisatie, de mentaliteit van de spelers, de bereidwilligheid. Ook een heel aantal dingen die nog niet goed waren. Het positiespel kon nog een stuk beter, de rust aan de bal, het naar voren druk zetten kon een stuk beter. Maar goed, we speelden ook tegen een aardig elftal. Dit was absoluut niet jong Utrecht, maar dit waren gewoon allemaal A-selectiespelers die allemaal al in de Eredivisie hebben gespeeld. Dus in dat opzicht is het gewoon een mooie en belangrijke overwinning. Ja, want je staat pas een paar weken voor de groep. Wat verwacht je zelf van het elftal? Is dat een beetje eruit gekomen? Nou, ik verwacht nog wel meer. Ik bedoel, de dingen die ik juist opnoem. Maar wat ik het vooral wou zien op die korte tijd, is een mentaliteitswijziging. En ik heb een aantal wedstrijden van NAC gezien in de heenronde. En als ik dan mijn wedstrijden tot nu toe bekijk, dan kan ik alleen maar oordelen op Kortrijk en vandaag. Ja, dan vind ik wel dat spelers met een andere attitude op het veld staan. Het wijgevoel is er, dat kan nog beter. Maar dat mogen we gewoon niet meer loslaten. Ja, want je hamert heel erg op mentaliteit en je ziet vandaag ook een rustige NAC als je kijkt naar de eerste helft van dit seizoen en nu. Ja, maar het is niet alleen mentaliteit. Hè. Ik probeer in alle aspecten van het voetbal een complete coach te zijn. Het is niet alleen maar van kom op. Maar ik vind wel dat is de basis. Hè. Vorm of geen vorm, dat heb je niet altijd in de hand. Maar alles geven voor je club, alles geven voor elkaar, dat kan je altijd. En dan kan je ook als je heel slechte wedstrijden speelt, toch nog wedstrijden winnen. En dat zal ik niet meer loslaten. Ja, want je ziet ook, dat lijkt mij in ieder geval, dat jullie het verdedigende ietsje sterker en scherper hebben gezet. Is dat ook het verschil dat je wil maken nu? Maar daar hamer ik ook wel. Daar ben ik ook veel mee bezig. Hè. De organisatie in balverlies. Nogmaals, als het slecht gaat, dan vind ik dat spelers kapstokken moeten hebben waar ze op kunnen terugvallen. Daar zijn duidelijke afspraken over. Ook die laten we niet meer los. En de spelers hebben die vandaag, wat dat betreft, balverlies zeer degelijk ingevuld. We hebben relatief weinig weggegeven. We hebben de nul gehouden. Daar ben ik ook super tevreden over. En we hebben er twee gemaakt. Dus er zijn veel punten waar we op kunnen voortborduren. Ja, want Verschuren is nou doorgeschoven naar centrale verdediging middenvelder. Nou, dat heb je dus zo laten staan nu ook. Is dat nou een belangrijk element omdat middenveld nu strakker staat? Ja, ik denk dat als je wedstrijden wil controleren, dan is je middenveld daar gewoon cruciaal in. En Arno heeft wat dat betreft voor mij een profiel een goede middenvelder moet hebben. Hij is kobbelsterk, is groot, kan een duel spelen, kan goed ruimtes bespelen. En heeft ook nog het vermogen om in de box te komen van ons. Dus hij heeft ook nog infiltratie. Dus hij speelde vandaag een degelijke match, geen topmatch. Maar hij is zeer belangrijk voor ons op het middenveld. En Manu Garcia, nou een keertje een officiële wedstrijd gespeeld, wat vond je van hem? Ik vond het minder. Ik vond het niet een topwedstrijd van hem. Maar ook die jongen heeft gewoon alles gegeven. We moeten ook altijd niet vergeten dat hij 18 jaar is. Dat hij moet wennen aan competitieniveau. Hij speelt nu voor de eerste keer voor het Echi. Maar hij heeft ook naar zijn mogelijkheden alles gegeven. Maar wij gaan straks nog betere dingen van hem zien. Aan de bal dominant zijn voor ons. Dat kan zeker nog een stuk beter. Maar ik wil hier ook nog eens echt belijnen. Ik vond ook Ashley zeer goed. Hè. Ik weet dat hij niet in de bovenste schuif ligt binnen NAC supporters. Maar ik heb die jongen wel eens, we zijn er samen gaan zitten en hebben met het DNA van de club uitgelegd. Ook hij is gewoon een jonge jongen die dat moet beseffen. En ik vond dat hij ook vandaag gewoon een zeer degelijke match speelde. Hij staat natuurlijk ook in de linie waar jij heel veel vanaf weet. Ja, absoluut. Ik kan hem daar veel tips in geven natuurlijk. Hè. Zelf flankverdediger geweest. Maar nogmaals, alles draait ook bij attitude, bij passie. Dat moet altijd het beginstadion zijn. En dan heeft hij heel veel kwaliteiten, want hij is echt wel een goede speler. En wat vond je nou van? Je debuut, officiële debuut in de Galgenwaard, jouw club. En ook nog eens wat we net hoorden van de perschef van Utrecht. Dat er gewoon extra mensen op de been waren vandaag om jou te zien. Ja, ik vond het wel speciaal, dat moet ik niet ontkennen. Hè. Ik bedoel, ik heb hier vier fantastische jaren gehad. Europees gespeeld, bekerfinales gespeeld, geweldige avonden meegemaakt. En de appreciatie van de Utrecht supporters is er nog altijd. Dus daar ben ik wel tevreden over. Maar goed, ik ben vooral tevreden dat we NAC de overwinning hebben kunnen geven. Mijn hart ligt nu bij NAC. En er was maar één ding belangrijk vandaag. En dat was winnen voor NAC Breda. En dat hebben we gedaan. En nu een reeks wegzetten.
Ja, ik heb ook dadelijk na de wedstrijd gezegd tegen mijn spelers, deze overwinning is alleen belangrijk en groot als wij vrijdag opnieuw hetzelfde doen. Er is maar één ding dat wij vrijdag moeten doen en dat is opnieuw winnen. Nou, bij die 2-0 hadden jullie al het geluk van de kampioen, dus dat kan alleen maar goed gaan. Ja goed, het was inderdaad, er waren wel een aantal keerpunten mogelijk. Maar goed, ik zeg, als je een bepaalde attitude speelt, dan kan je geluk ook afdwingen. En dat denk ik dat we vandaag wel gedaan hebben ook. Nee, we zijn na twee wedstrijden zijn we toch al heel, heel erg benieuwd naar de rest van het seizoen. Ik ook. Succes. Dankjewel.